fris vandaag. Goedemorgen jongens, nee, het is al middag, 5 over half 1, is het alweer? 5 over half 1, wat is de datum vandaag? Datum is... Weet ik niet, maakt niet uit, juni, echt eind juni. We hebben hier staan een dikke machine, een mooie KTM, de 990 SMT. Wat gaan we de motor doen? Die jongen zet die motor bij mij voor mijn deur, op een zondag, ik kom maandag de motor voor mijn deur. Sleutels brengen, hij zegt Isa, motor uitgevallen. Kijk, geen stroom, accu'tje opgeladen, start, loopt super mooi. Wat de accu loopt. Kan. Dus opgeladen, accu houdt goed stroom vast. Starten, doormeten, ik heb een apparaat doorgemeten, geeft aan, zwakke ontsteking. Dus de dynamo, niet goed. Dat hebben we gedaan, we hebben een dynamootje besteld, een originele, die gaan we erin monteren, bij deze motor. Die gaan we netjes monteren. We hebben hier staan, de voortanden zijn weg, de Yamaha met kapot voorvork. Wachten we nog op. We hebben hier een Piaggio Zippy staan, even een nieuw bandje. We hebben hier staan een Bethany 500. Die jongen bracht hem bij mij, hij zei Isa, die motor maakt geluid. Inderdaad, hij maakt geluid, hij maakt klapperende geluid. Geen mooi geluid. Gedaan, nieuwe vertanding ingezet. Gebruikte vertanding, mooi netjes. Koppeling even opgeschuurd, netjes schoongemaakt. Ziet er allemaal netjes mooi uit. Dat gaan we straks doen. Maar, wat het meest bijzondere hier is van vandaag. Ja. Kijk. Dit is het meest bijzondere van vandaag. Weer van Schaik. Jullie, diegene die mijn filmpjes altijd in de gaten houden, dus ik hoef jullie het verhaal niet vertellen, dat is die bakkerij uit Amsterdam. En dat is die mooie jongen, is een Marokkaanse jongen, een jongen van een Marokkaanse komma. En hij bracht ons lekkere dingen. Altijd wanneer hij komt, altijd lekkere dingen. Hij heeft dit allemaal lekker gemaakt, gaan we lekker ontbijten. Of niet, Johan? We gaan lekker eten. En wat moet ik zeggen? Zoals hij, hier, ik was bezig aan het werk, ik wou tegen de stagiair zeggen, ik rij even naar de bakker toe, even ontbijt halen. En toen kwam die jongen en ik naar binnen lopen, hij kwam zijn motor brengen, hij heeft ontbijt gebracht. Ik dacht ontbijt halen voor de jongens. Ik dacht zelf ontbijt halen voor de jongens, gaan we lekker ontbijt samen en dan kunnen we lekker werken vandaag. Toen heeft Allah iemand naar binnen gebracht, die ontbijt gebracht heeft. Mogen Allah hem een ontbijt geven in het paradijs. En iedereen die hier aan meegedaan heeft, zeg maar. Het is een kleine geitje, het is niet veel. Maar even rustig terug, kijk eens. Wajo. Oeh. Worden wij verwend hier of niet, Johan? We worden echt wel verwend, hoor. Ik hoef jou niks te zeggen. Wat jij hebt gedaan, jouw beloning is bij Allah, broer. Moet ik jou zeggen? Ik hoef jou niks te zeggen. Wie ben ik? Maar boven, daar kijkt wel iemand. Als je goede dingen doet, schrijf dit in jouw boek op. Hij heeft dit en dit gedaan. Hij heeft deze jongens vandaag laten ontbijten. Hij heeft Johan laten ontbijten. Hij heeft Israël laten ontbijten. En hij heeft Klotsa laten ontbijten. Ik ben Klotsa, toch? ik ben die agressieve Isa. Agressief! Ik doe even niet kwaad. Maakt niet uit. Mensen mogen denken wat ze willen denken. Dus jongens, we gaan ontbijten, jongens. We gaan actieën. Dus ik vind het goed, joh. Auf Wiedersehen.